Hey, welkom in een nieuwe video. Vandaag wil ik het eventjes hebben over deze wel bijzondere dag. Terwijl mijn kinderen nog even buiten aan het spelen zijn en de katten hun middagdutje doen, dacht ik van het is het ideale moment om het met jou te hebben over de nieuwe maan, de donkere maan eigenlijk, die vandaag plaatsvindt. En wat maakt deze donkere maan anders dan andere maanden? Omdat er eigenlijk ook een zonsverduistering plaatsvindt. Niet hier in België en Nederland, maar eigenlijk in het zuidelijke halfrond, dus eigenlijk aan de onderkant van de aarde, daar gaan ze dat wel zien. Nu, zoals ik reeds zei in een vorige video rond het 12-12-portaal, staat eigenlijk een nieuw begin in de sterren geschreven. En daar. Om is deze donkere maan ook belangrijk? En of dat dan nu is met betrekking tot uw werk, een relatie, of gewoon een aantal nieuwe gewoonten die je wil gaan aanleren, meer wil gaan werken rond jezelf. Het maakt niet uit. Eens dat je weet wat er jou emotioneel vervult en wat je eigenlijk je gelukkig van voelt, wat je goed bij voelt, dan zal het gemakkelijker maken om je verlangens ook aan te trekken in je fysieke realiteit. Nu, de uitwerking van de donkere maan. En dat is eigenlijk nog meer van die zonsverduistering, die zichtbaar is in het zuidelijk halfrond. En is eigenlijk voelbaar 2 weken voorafgaand en ook tot 2 weken nadien. Dus vandaag vindt dat plaats, maar eigenlijk zullen we dat nog, laten we zeggen, tot het einde van dit jaar nog kunnen gaan voelen. Sorry, een oproep van een nummer dat ik niet ken, dus die al moet eventjes wachten. Dus, maar ook dus tot 2 weken daarna. Dus het kan zijn dat je er eigenlijk al heel wat emotionele dagen hebt opzitten. Dagen waarop dat je je denken eigenlijk een stukje voor de gek houdt. Want nog veel te vaak houden onze gedachten ons op een plek waar we eigenlijk niet willen zijn. En we worden zo doordrongen van denkpatronen, overtuigingen, normen en waarden, dat we eigenlijk vergeten zijn hoe dat we voor onszelf kunnen gaan denken. Meer nog, eigenlijk moeten we niet gaan denken, maar we moeten eerder gaan afstemmen op die diepste gevoelens en emoties van onze ziel. Want dat brengt ons dichterbij de hergeboorte van het leven, van het nieuwe leven, van wie dat we eigenlijk werkelijk zijn. Nu, het oude systeem, wat dat velen kennen als 3D, is eigenlijk in elkaar aan het storten. En hierdoor voelen we nog meer dan anders die angst en die onzekerheid. Maar eigenlijk is er niets minder waar. De nieuwe wereld is er al. Maar de toegang tot die nieuwe wereld kan eigenlijk enkel maar bereikt worden via jouw bewustzijn. En daarom het is het belangrijk om wakker te worden, om af te stemmen op je innerlijke leiding. En daarom raad ik je aan om ook te vragen aan je gidsen om via de vlam van voltooiing om deze cyclus in de oude wereld ook voor jou af te ronden. Zodanig dat je de ruimte creëert voor het nieuwe om echt je leven binnen te komen. Dus dat je eigenlijk echt wat ruimte creëert en echt volledig, net zoals dat je eigenlijk zwanger bent en je bent in blijde verwachting van een baby, dat je eigenlijk ook ruimte maakt, een kamer maakt, een bed maakt, wat dan ook. Zodanig dat je eigenlijk je kind kan gewoon ontvangen. Dus het is ook belangrijk dat je ook klaar maakt voor dat nieuwe begin. En dat je eigenlijk de basis voor dat nieuwe leven gaat gaan vormen. Zodanig dat je ook nieuwe fundamenten dat je aan het maken bent, dat je aan het creëren bent, dat die ook krachtig en gebalanceerd zijn. Dus het is belangrijk dat je eigenlijk elk nieuw idee dat je opkomt, dat je er bewust van wordt, dat je ze misschien zelfs opschrijft, maar meer nog dat je ze ook water en voeding geeft, zodanig dat ze krachtig genoeg zijn als je ze plant nu met deze donkere maan, dat je ze, wanneer je ze voldoende water en voeding geeft, dat ze dan krachtig genoeg zijn om dan uiteindelijk in de wereld ingezet te worden. Wat er ook zelf gebeurt met baby's en kinderen. We geven ze ondersteuning, we geven ze de juiste structuren, zodat ze kunnen gaan groeien totdat ze volwassen worden en eigenlijk op eigen benen in de wereld kunnen staan. Nu, gaandeweg doorheen ons leven leren we dus verschillende karmische lessen. En eens dat die lessen geleerd zijn, dan worden ze eigenlijk een soort van geneutraliseerd, waardoor dat je naar het volgende level kan. Waar dat je dan eigenlijk weer meer vrijheid, meer overvloed en meer liefde zal gaan ervaren. Dat gaat niet zijn dat je allemaal plots in één keer floep in een hele een nieuwe andere wereld terechtkomt. Nee, dat gaat ook geleidelijk aan, zodat je ook vertrouwd wordt met het meer ontvangen van vrijheid, meer ontvangen van overvloed, meer ontvangen van die meer liefde, van die diepere liefde.
Omdat dat natuurlijk ook te maken heeft met je eigen zielsgroei en ook te maken heeft met de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. Maar het vraagt vooral van jou om te vertrouwen. Blijven vertrouwen op het pad dat je aan het lopen bent. En dat het jou ook het succes zal brengen waar je ook op hoopt. Dat het jou de verlangens zal brengen die je op hoopt. Dat het jou de dromen zal brengen waar je eigenlijk wel gaat manifesteren. En dan is het belangrijk te leren hoe je meester wordt over jouw dagelijkse leven. Zodanig dat het jou geluk brengt waar je op zoek naar bent. Dus eigenlijk een meester zijn gaat eigenlijk niet zozeer over de 20 minuten of de 40 minuten of een uur of langer dat je aan het mediteren bent. Het gaat niet over de yoga die je volgt. Het gaat altijd over hoe kan je alles wat je geleerd hebt nu omzetten en gaan integreren in je dagelijkse leven. En dat is hetgeen wat ik ook met mijn klanten doe in de individuele trajecten. Weet dat het antwoord voor alle vragen, voor alle onzekerheden, alle angsten altijd te vinden is in jezelf. En nee, jammer genoeg komen antwoorden nooit in één helder moment. Dat gebeurt, maar vaak is het zo dat het zich ook een stukje opbouwt. Daarom adviseer ik ook om gevoelens en gedachten neer te schrijven. Omdat je zo een ruimte creëert, al is het een bullet journal of een dagboek of op je computer of op je telefoon, maakt niet uit. Wat dat voor jou werkt is goed. Maar je creëert de ruimte waar dat eigenlijk alle inzichten samenkomen. En dan op momenten dat het eigenlijk wat moeilijker gaat, kan je terug gaan lezen op hoe dat je je voelde toen dat beter was. Kan je gaan teruglezen van wat dat je toen gedaan had, waardoor je eigenlijk iets wel bereikt had. Of waardoor je dat je weer een volgende stap kon nemen. Ook zo met dromen. Vaak krijgen we dromen, maar begrijpen we niet onmiddellijk de volledige betekenis ervan. Door die te gaan opschrijven, ga je misschien later dan, in een later stadium, gaan ontdekken wat die dromen eigenlijk echt wel gaan zeggen. En hoe meer je weet, hoe meer je vertrouwt, hoe meer je voelt, hoe duidelijker dat ook telkens zal zijn wat de volgende stap is. Dus zorg voor voldoende tijd en ruimte om stil te zijn, zodat je de boodschappen van je ziel ook zal horen. En dat kan je doen door gewoon naar buiten te gaan. Dat kan je doen gewoon naar binnen te zijn en bijvoorbeeld geen televisie, geen computer, geen radio, wat dan ook aan te leggen. Dat kan zijn door te gaan lopen, dat kan zijn door te gaan wandelen in de natuur, dat kan zijn door te kiezen voor hoogtrillende voeding. Dus wat dat er ook mag aansluiten bij jouw groei op dit moment, op dit ogenblik, wat dat er ook mag resoneren met jou, kies daarvoor. Doe niet iets omdat iemand anders het doet, want jij bent niet die andere. Kies wat dat werkt voor jou. En zorg ervoor dat je de dingen doet die jouw lichaam ondersteunen. Waarvan je weet, als ik dat doe, dan voel ik me beter. Als ik dit naar die muziek hoor, of luister liever, dan voel ik me weer beter. Doe wat dat goed is voor jou. Want dat heeft dan weer een positieve invloed op jouw emotionele lichaam. Dus op jouw emoties. Vergeet niet dat jouw lichtlichaam aan het veranderen is. Wat dat betekent dat we daardoor niet meer kunnen gaan doen zoals dat we het altijd gedaan hebben. Dus we moeten andere manieren gaan vinden. Als iets niet meer werkt, dan is het teken omdat je het ontgroeid bent. Dus wees een vechter voor vrede door te kiezen voor liefde. Door te kiezen voor jezelf, vanuit die zelfliefde, vanuit zelfwaarde, vanuit zelfvertrouwen. En vooral herinner, doe wat nodig is om te herinneren wie je bent diep van binnen. En daar gaat deze nieuwe man, deze donkere man, eigenlijk ook over. De zonsverduistering laat licht schijnen op de maan. Maar net op de kant dat we meestal niet zien. Dus als we kijken naar de maan, als die belicht wordt door de zon, dan zien we nooit de achterkant. Er is altijd een kant die in het donker blijft. Vandaag komt de maan tussen de aarde en de zon te staan. Zodat de achterkant van de maan, dus eigenlijk onze verborgen emoties, onze schaduwen, belicht worden. En dat is wat de komende weken en maanden ook collectief zal gebeuren. Namelijk, hoe meer licht dat we laten schijnen met ons allen, en hoe meer dat we kiezen voor liefde, hoe duidelijker het zal worden wat dan nog niet die frequentie heeft van liefde. Wat dat we altijd hebben verdrongen. Wat hebben we niet willen aankijken. En meer nog, wat dachten we dat de waarheid was en blijkt nu een illusie te zijn. Een beeld dat we gecreëerd hebben, of die gecreëerd werd op basis van gedachten, en gedachten die dat weer op gevormd werden op basis van oude verwachtingen, oude patronen, oude manieren van aanpak, noem maar op. Kijk vandaag en de komende week en aanloop van de winterzonnewende op 21 december, dus volgende week maandag, waar dat jij nog werk te doen hebt. Wat wordt belicht nu in jouw leven? Waar mag je nog meer healing toelaten, zodat je eigenlijk nog zuiverder wordt? En let op, en dat zie ik vaak gebeuren bij mensen, dat wanneer je denkt dat je genoeg werk gedaan hebt, dan is dat eigenlijk weer jouw ego die trucjes bij je uithaalt. Want zielsgroei is een proces waar er uiteindelijk geen einde aan komt.
Dus focus nog meer op jezelf dan wat er gaande is in de buitenwereld. De werkelijke verandering in de wereld komt net doordat we massaal ons bewustzijn gaan verruimen. Dus niet via oorlogen en niet via gewelddadige protesten. Dat hebben we geprobeerd en hebben we gezien dat dat niet werkte. Dat is de oude manier. Net door rust, net door vrede in jezelf te brengen, net door je mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf te gaan uitbalanceren, zal je dat ook weer spiegeld zien in de buitenwereld. En het is dat waar we nu mee bezig zijn. En daar ligt ook die uitdaging in deze week. Dus stel dat iemand reageert vanuit zijn of haar gekwetste stukken. Ga er dan vooral niet tegenin. Ga niet in discussie. Kijk wat dat maakt, wat dat ervoor zorgt dat je je aangevoelen voelt, waardoor je je gekwetst voelt. Vergeef de ander en wees dankbaar voor de les die ze jou op dat moment leren. Je krijgt eigenlijk namelijk de kans om jezelf nog meer te gaan uitzuiveren. Om nog eigenlijk puurder te worden in jouw energie en jouw zijn. Deze week zullen vooral de gedachten ook naar de voorgrond geduwd worden. Angstgedachten, twijfelgedachten, negatieve gedachten, noem maar op. Maar let op dat je ze niet zomaar gelooft. Gebruik je onderscheidingsvermogen zeker nu als het gaat over je eigen gedachten. De aarde is aan het veranderen, dat moet ik jou niet vertellen. Dat weet je wellicht ondertussen, dan zeker als je mij al een tijdje volgt. Maar wat je misschien niet weet, is dat de aarde vanaf volgende week, dus vanaf de winterzonnewende, overgaat van het aardelement naar het luchtelement. Wat dat we dan eigenlijk mee, zogezegd, officieel het watermantijdperk gaan inzetten. Wat dat betekent, dat indien je het nodige innerlijke werk gedaan hebt, dat je veel sneller resultaten zal gaan zien van je manifestatiewerk. Super, toch? Waar dat we de laatste eeuwen, zo niet nog langer, in het element aarde zaten, werden we verankerd in de materie. Werden we verteld dat we eigenlijk niks meer waren dan het fysieke lichaam. Dat we ons leven eindig is. Maar dat klopt allemaal niet. En dat zal dus eigenlijk de komende jaren lichterder worden en luchterder worden. Dus onthoud voor nu, de komende dagen, de komende weken, dat het belangrijk is om je nodige innerlijke werk te doen. Om je zuivere gedachten te hebben, dus je gedachten te zuiveren. Om de wonden die naar boven komen te healen. En om eigenlijk op die manier verder mee te groeien naar de nieuwe wereld. En zoals altijd, mocht je hulp of ondersteuning nodig hebben, mocht je zelf geen weg uit meer zien, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen of met een andere healer of coach of spiritueel leraar. Mij maakt het niet uit, zolang dat jij iemand vindt waar je vertrouwen in stelt en die jou weer verder helpt. Want uiteindelijk gaat het daarover. Mocht je met mij samen willen werken, dan kan je dat terugvinden in de box hieronder. Heb je vragen, stuur mij een mailtje via de website en dan kijken we wel wat jij op dit moment nu nodig hebt. En zoals altijd, in licht en liefde. En de dienst voor ieders hoogste goed. Tot in de volgende!